een reisje vuilnisbelt. Op een vuilnisbelt ergens in een arm land zitten kinderen afval te sorteren om zo wat geld te verdienen. In Nederlandse klassen wordt gewerkt op iPads, computers en digiborden. Op de Kardinaal Alfringschool hebben ze een hele bijzondere conciërge. Het is de Willy Wortel van de school. Hij is altijd aan het uitvinden, repareren en sleutelen. En ja, soms gaat er dan wel eens iets mis. Maar Floeps zorgt ook voor rust, regelmaat en reinheid op school. Hé hey jongens, zullen we even een stikkertje gaan spelen? Ja, natuurlijk! Wat doen zij nou? Wat gebeurt er? Wat gaat hij doen nou? Hé hey, jullie daar, komen! Ja, jullie komen! Gaan jullie pakjes ook thuis zo weg? Ja. De god is het vuilnisbelt! Omrapen en in de vuilnisbak gooien! Tempo! Gooi er nu in. Hé, hey, kijk eens aan de kant. Dit is echt ongelooflijk! Hey dames, terugkomen! En opruimen! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ook Floeps wordt niet vergeten bij het trakteren. Hoi conciërge Floeps. Hallo. Ik ben jarig, dus ik kom trakteren. Wilt u ook een chippy? Ja, graag. Niet dat draadje loslaten. En toen stonden ze ineens op de vuilnisbelt. Het stinkt hier en ik kan helemaal niet tegen voetjes. En mijn nieuwe schoenen worden zo vies. Bah, gadver, ik doe bijna mijn kotsen. Nou, dat valt best wel mee hoor, die stap. Waar moet die elke dag werken? We verzamelen hier afval. We verdienen wel 1,50 per dag. 1,50? Dat is zo weinig. Dan kan ik nog niet eens nieuwe veters voor kopen. Oh ja, natuurlijk. Je mag wel nemen. Ze is jarig, dus geplanteerd. Ik ben even een blokje om met de tracterende kinderen. Ik ben zo weer terug, want het was zo mooi weer. Doei, tot zo. Hey, wil je even regelen bij een paar kids met een bordje waar Nederland op staat? Dan kunnen we even naar huis liften. Kan jij een bordje met Nederland op maken? Heel erg bedankt. Wil jullie misschien mee naar Nederland? Het is echt super leuk daar. Dan gaan we leren op school. En zo gaan de kinderen en Floeps liftend terug naar Nederland. Kijk, hier is onze school. De arme kinderen storten zich gelijk op het vallende afval. Hey, wat hebben jullie daar? Je hoeft hier geen afval te sorteren. Gooi het maar in de prullenbak. Dan gaat de klas in. Na 2 weken Nederland gaan de arme kids weer terug naar hun familie. De Nederlandse kinderen zamelen vanaf dat moment afval in, zodat de Afrikaanse kids ook naar school kunnen.